Half Nederland zit nog in de file als de winkels dichtgaan. Dat betekent dus dat mensen in de organisatie van hun leven, van hun privéleven, in grote problemen komen omdat de winkels dicht zijn. Ik was in die tijd ook onderdeel van een tweeverdienersgezin met kleine kinderen. En het was een idioot in die tijd was, als je naar je werk ging, net als je op je werk was, dan gingen de winkels open. En als je een beetje langer werkte dan 5 uur, 5:30, wat meestal gebeurde, dan waren die winkels weer dicht. Ik ben aangewezen op winkelen snel voor 6 uur en op zaterdag. En dat is vreselijk. Rust, ruimte en geen winkelend publiek in de winkelstraten tijdens deze coronacrisis. Een heel verschil met het leven hiervoor. Want we houden van winkelen op alle dagen en op alle tijden. Maar het is nog maar 25 jaar geleden dat de winkels zo lang en op zondag open zijn. Het werd geregeld in 1996 en het gaf een enorme ophef. De regering moet zijn geschamen. Als ik me niet zelf hoef te werken. Ik vind dat een zondag die moet rustig blijven. Naar de Bijbelse normen, maar ook we hebben het nodig als maatschappij. Historie op het paleis Huis ten Bosch. Na 111 formatiedagen daalt een paars kabinet van Partij van de Arbeid, VVD en D66 de trap af van het paleis. Paars aan de macht. Voor het eerst sinds 1918 staat er geen minister van een christelijke partij rond de koningin. Hij was de grootste verrassing van paars. De onbekende van de kabinetsformatie. Niemand had ook maar een idee hoe hij er überhaupt uitzag. Maar na een woelige nacht zei hij toch ja tegen economische zaken. Als je een week geleden nog netjes in de auto op weg bent naar je werk en een week later zoiets meemaakt, dan is dat, dat enerverend. Ja. De ambitie van Paars was wel om meer te zijn dan een ander kabinet. En niet eens zozeer omdat er geen waardering was voor het CDA, maar dat er nu een kabinet in deze samenstelling was, moest eigenlijk ook symbool staan voor een soort vernieuwing van de Nederlandse samenleving. Daar werd wel naar gesnakt. We moeten de Nederlandse samenleving moderniseren. Daar stond die winkeltijden, was daar in zekere zin ook een soort symbool van. Half Nederland zit nog in de file als de winkels dichtgaan. Betekent dus dat mensen in de organisatie van hun leven, van hun privéleven, in grote problemen komen omdat de winkels dicht zijn. Ik was in die tijd ook onderdeel van een tweeverdienersgezin met kleine kinderen. En het was een idioot in die tijd was, als je naar je werk ging, net als je op je werk was, dan gingen de winkels open. En als je een beetje langer werkte dan 5 uur, 5:30, wat meestal gebeurde, dan waren die winkels weer dicht. Dus het was voor heel veel tweeverdienersgezinnen in die tijd, en dat was wel een soort verschijnsel wat zich steeds meer voordeed in die tijd, was dat gewoon echt een probleem. En dan stond je op zaterdag je winkelmandje vol te laden om dan voor de rest van de week spullen te hebben. En als je wat vergeten was, dan was je dus de klos. Ik ben aangewezen op winkelen snel voor 6 uur en op zaterdag. En dat is vreselijk. Wat is uw grootste ergernis? Wachten. Waar? Bij de kassa. En al die drukke volle paden. U bent de laatste maanden absoluut bekend geworden als de minister die van regeltjes af wil. Zou u eens kunnen opsommen voor de mensen die het niet hebben bijgehouden wat er op dit moment allemaal in de pen zit? Ja, nou, het is zoals geen particuliere hobby van mij. Het is een hobby van dit kabinet, zou je kunnen zeggen. En het is ook niet begonnen met mij, het is begonnen met het regeerakkoord. Dus ik wil, hoewel ik me er helemaal niet voor schaam, er zelfs heel goed vinden als een heleboel van die dingen wat stroomlijnen en op zouden ruimen, wil ik even de illusie weghalen dat het alleen mijn opvattingen zouden zijn. Ik werk daar bijvoorbeeld heel goed samen met mevrouw Jorisma. Maar waar gaat het dan eigenlijk om? Het gaat inderdaad om winkelsluitingstijdenwet, die de winkelopeningstijdenwet eigenlijk zou moeten worden. Toen ik met de betreffende ambtenaren aan de tafel zat van hoe gaan we dat nou doen, toen waren er een aantal manieren om het aan te pakken. En toen was de conclusie van ons gesprek was, als je het nou weer gaat doen op de klassieke manier van, zullen we er nou 3 of 5 of 6 uur bij halen, dan krijg je een verkeerde soort discussie. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, laten we het eens even omdraaien. Laten we nou eens van uitgaan dat winkels open kunnen zijn wanneer ze willen, tenzij er een dominant maatschappelijk belang is. Ja, dan krijg je natuurlijk veiligheid, arbeidsomstandigheden, in sommige situaties geloof. Maar als je het vanuit die kant benadert, kun je zo'n wet ook anders in elkaar steken. In plaats van, kan het een onsje meer of minder zijn? Door de week, hè, zeggen we, winkels zouden van 6 tot 10 uur 's avonds gewoon open moeten zijn. Dat mogen zijn.
Dan moeten ze zelf beslissen of ze dat doen. En dan is er zondag die in Nederland om cultureel godsdienstige redenen heel gevoelig ligt. En daarvan hebben we gezegd dat ligt in onze samenleving zo verschillend. Regel dat nou op het niveau van een individuele gemeente. Het was tamelijk radicaal. Daar werd of heel enthousiast, er werd door heel veel mensen heel enthousiast op gereageerd. Met name de mensen voor wie je het deed. En natuurlijk delen van het winkelbedrijf die nieuwe kansen zagen. Ik was in die tijd vakbondsbestuurder bij de dienstenbond CNV. En had onder meer detailhandel, retail in portefeuille. Nou, we hadden paas 1, hè. En mijn indruk was... dat zij eigenlijk heel snel een soort statement wilden. Als het ging om het opengooien van de economie, liberalisering, deregulering, overigens breed. En men spitste zich toe op de winkels. Om de economie was de filosofie meer adem, meer ruimte te geven om te groeien. Deze mensen die beslissen over mij zonder mij en dat neem ik ze hoogst kwalijk. Je kan een boormachine maar één keer verkopen, of het nou na zessen is of voor zessen. Je gaat geen cent omzetstijging krijgen, alleen meer kosten. Ik vind het gewoon een grote gekkenboel. Ik vind het schandalig, eerlijk waar. Er waren zeker ook hele, hele diepe emoties hier en daar. Ik weet dat ik een tijdje zelfs bescherming heb gehad, omdat er dreigementen waren waar mensen die met geweren gingen rondlopen en zo. Dus het raakte wel aan diepe emoties. Het was geweren, zei u? Ja. Mensen die dreigden om een einde te maken in die tijd ook al, hoor. Ja. Vanwege de winkeltijdenwet? Ja, vanwege de winkeltijdenwet. Nogmaals, hoor, dat zijn dan van die dreigementen. Dat ging toen nog niet via het internet, want het was er nauwelijks. Maar dat waren in ieder geval op een gegeven moment moest ik, mocht ik mijn hondje niet alleen uitlaten, maar moest er iemand bij lopen om te kijken of er niks aan de hand was, ja. Die emoties die politiek oproepen, die kun je heel snel onderschatten. Heb ik ook wel gedaan, eerlijk gezegd, ja. Ondanks de onrust, commotie en zelfs een bedreiging blijft minister Weijers achter het wetsvoorstel staan. Ik denk dat het een afgewogen wetsvoorstel is en de signalen die mij bereiken, die geven aan dat ik een redelijk vertrouwen moet hebben dat daar een goede meerderheid voor te vinden is. Mensen uit het kleinbedrijf moesten zich voorstellen wat dat betekende. Moet ik dan veel langer open gaan? Dat kan het nou, ik kan helemaal geen mensen in dienst nemen. Dus er lagen ook hele begrijpelijke vragen. Maar wat zag u daar als oplossing voor zo'n klein bedrijf? Nou ja, ik ging wel met die mensen praten natuurlijk allemaal. En dan zag je heel vaak dat ze keurig om 8:30 open gingen. Dat de eerste klanten pas om 10:30, 11:00 kwamen. En dat ze dan om 5:30 dicht gingen, terwijl er nog allerlei mensen naar binnen wilden. Maar als je nou zou bedenken dat je pas om 10:00 of 11:00 zou opengaan en dan tot 8:00 open zou zijn, is dat niet de manier om het te doen? Wij waren als individuele ondernemer niet blij mee. Dat mag ik best weten, dat baarde ons zorgen. Ik ben een dames moederzaak. Een middensegment hadden wij. En ook voor de iets oudere dames. Ja, het is boeiend. Het is bewegelijk. Het is, herenkleding is veel statischer. De dames, dat is dynamiek. Daar hou ik van. Nou, wij werkten wel soms wel 55 à 60 uur in de week. Dat was geen uitzondering. We hebben altijd moeten werken, altijd op zaterdag. En dat vonden we niet erg, want zaterdag was de gezelligste dag in de zaak. Dan is de consument ook het prettigst op de zaterdag. Naast ondernemer is Gerard Boels in die jaren ook bestuurder van de middenstandsvereniging van Emmen. Iets wat hem in een lastige positie brengt. Ik ben ondernemer en ik ben middenstandsbestuurder. En als middenstandsbestuurder heb ik gezegd van, als ze open willen op zondag, prima. Ik doe er niet aan mee. Dat heb ik ook gezegd in het bestuur. Ik doe niet mee. Dus voor het grotere geheel bent u eigenlijk voor, was u? Moest ik wel voor zijn, ja. Maar dat is heel lastig als je twee petten op hebt. U voelt wel, ik was toen ook, in mijn hart was ik tegen de koopzondag. En ook vanuit mijn principieel standpunt waren we ook tegen de zondag. Maar ja, het veranderde allemaal zo. Dus je ging mee in die race, laat ik het maar zo stellen. En er werd ook druk uitgeoefend, ook binnen die winkeliersvereniging, om met z'n allen open te gaan, want anders zou de binnenstad niet aantrekkelijk zijn. Wij wilden geen winkelstraten waarbij maar de helft van het aantal winkels open zou zijn.
koopzondagen in het begin, dat moest echt een feestje worden. Recreatief winkelen. En we zijn met z'n allen open. Ik weet wel, de chef van CNA en V&D en zo, die zei van, en de HEMA, van, mensen, het spijt ons wel, maar wij hebben de opdracht, wij moeten open. Het was ook niet hun beleid, het was het beleid van de directie. Dus vanuit de filosofie van, ja, die gulden destijds kan maar één keer uitgegeven worden, bestond daadwerkelijk de angst dat dat een mooie gelegenheid was voor het grootwinkelbedrijf om te groeien in omzet ten koste van de zelfstandige winkeliers. Je kunt het ook omdraaien. Moet je nou, als de buurman open wil, moet je hem dat dan verbieden omdat jij het niet wil? Hè? Dat is de andere kant van de medaille. Het is dezelfde medaille. Hier in Emmen is ook echt geprotesteerd tegen die opening. Goedenavond, dames en heren. Winkeliers in heel Nederland zijn een laatste offensief begonnen tegen het verruimen van de openingstijden tot 10 uur 's avonds. Minister Weijers kan de boom in, is het motto van de winkeliers in Emmen. Bijna alle kleine winkeliers deden als protest tussen de middag de deur op slot. Weijers, dit was de kwaaie pier. Ja, Weijers heeft nogal wat teweeg gebracht, dat mag je best weten. We hebben een delicatessenzaak. Iedereen moet terug naar een 32-urige werkweek en wij krijgen alleen maar meer uren en meer tijden. Het is helemaal uit proporties. Ik had iets gezegd van mensen gaan minder werken. Soms 36 naar 32 uur. En wij moeten alleen maar meer werken. En ja, dat vonden we niet zo'n tof idee. Er is op winkelramen geschreven, weet ik nog. Er was een pop gehezen. Meneer Weijers. Als er van die dingen op grote afstand gebeuren, en je leest erover in de krant dat ze ergens een pop van je in een boom hangen, dat is tegenwoordig is dat ook totaal irrelevant. Hè? Je ziet wat allemaal op het internet gebeurt en wat ze je daartoe wensen. Wij zijn in 1984 begonnen, hier met z'n tweeën, mijn man en ik. En ja, we doen het nog steeds, nog met veel plezier. Het is wel heel erg professioneel, de liedjes, ja. Ja. Maar u stond ook op het plein? Nee, ik was ook niet op het plein. Er moet altijd één aan het werk zijn, hè? Je hebt luxe paarden en je hebt werkpaarden. Zo is het nou één keer in het leven. Ik had natuurlijk zelf een jong gezin. En als je dan tot elke avond 8 uur moet en er komt op een gegeven moment ook een koopzondag bij en verder ben je geen dag in de week dicht, is dat gewoon veel. De demonstraties zijn over, dus het is nu veranderd. Ik ga nu overdag vaak vissen en dan doet mijn vrouw de zaak. Ja. Mocht die willen. Wij zijn nog altijd gewoon van 9 tot 6 aanwezig. En bent u op zondag tegenwoordig open? Dat is 1 keer in de maand. Prima. Nederland wordt een 24-uurs economie. Waarin werken 's nachts en in het weekend normaal is. In een 24-uurs economie staan economische motieven voorop. Als het gaat om openingstijden, om werktijden van mensen, dan ben ik er inderdaad voor dat dat helemaal vrij is. En dat het systeem als het ware zelf opzoekt wat de beste openingstijden zijn. Arnold Heertje, die had het concept van de 24-uurs economie had hij gelanceerd. Dus er waren ook mensen die zich zorgen maakten, heel begrijpelijk. Waar gaat dit naartoe? Hebben we dan nooit meer rust? Moeten we dan altijd maar moeten winkelen? Ik kan die emoties wel voorstellen. Maar de 24-uurseconomie waar men het toen over had, alsof alles 24 uur open zou zijn en ja, niemand meer zou slapen, en dat is natuurlijk helemaal niet waar. Zondag is normaal gesproken voor eeuwig een doodsaaie dag. Vreselijke dag. Dus door die winkelopenstelling is het een beetje leuk geworden. Dit was dan echt zo dat je de fysieke verandering zag van dingen waar je voor had ingezet. Vond ik wel heel leuk, ja. Het is gezellig op zondag. Gezellig? Leuk? Zaterdag is in feite nog de beste dag van de week. Maar zondag is absoluut de tweede. Dit is, zondag is een groot succes. Vaak ben ik daar nog op aangesproken, ook door middenstanders, die hebben gezegd, nou, het viel eigenlijk heel erg mee, of ik heb hem moeten aanpassen, maar eigenlijk is het veel leuker zo. Nou, er zijn ook nog mensen die me nog steeds die me dat nog steeds kwalijk nemen, zo gaan die dingen natuurlijk. En de wet is wel heel erg aan hem als persoon ook gekoppeld, hè? Het is van begin af aan gepresenteerd als een soort paradepaardje, en Weijers is ook heel vasthoudend geweest.
die wilde dit echt om de economie open te gooien. Nou ja, het neoliberale marktdenken. Ja, dat kleeft aan hem. En ik denk dat hij dat zelf als een geuzennaam ook ziet. Tot voor kort eigenlijk gebeurt het mij nog regelmatig als ik door een winkel liep, dat mensen mij aanspraken van, dat heb ik aan jou te danken dat ik nu tenminste op het moment dat mij uitkomt mijn boodschappen kan doen. Ach, dat is altijd leuk.